therapieruimte in Demersvaart. Ik spreek met Kai Alexander. Ja, dat is nogal nieuw allemaal zo te zien. Hoe bent u hier verzeild geraakt in Demersvaart, als ik zo met de deur in huis mag vallen? Dus we hebben nou een praktijk geopend hier in Demersvaart. Dat heet Praktijk Herstart Je Gezondheid. Ja. We geven verschillende vormen van alternatieve geneeswijzen. Vooral de moderne vormen die met behandelapparatuur werken. Waaronder bioresonantietherapie, magneetveldtherapie, fotonentherapie. En eigenlijk draait alles om het herstellen en het versterken van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Ja, oké. En wat zijn daar dan, wat voor klachten behandel je allemaal? Dus je moet denken, we behandelen heel veel klachten die binnen de reguliere geneeskunde niet goed opgepakt kunnen worden. Ja. En dan moeten we denken aan allerlei soorten darmklachten, vermoeidheidsklachten en ziekten. Spierziekten, spierklachten, ook fibromyalgie, ziekte van Lyme helpen we ook heel veel mensen mee. Huidklachten, eczeemklachten, diabetes. Er zijn eigenlijk heel veel chronische ziekten waar je eigenlijk niet mee geboren wordt, maar die wel te verbeteren zijn of te genezen zijn. Oké, en nu even naar de therapie. Wat gebeurt er precies? Want toen ik hier rondliep zag ik allerlei apparaten staan. Wat voor apparaten zijn dat en wat doen die apparaten? Ja, dus als je bij ons binnenkomt, dan ga je eerst krijgen een diagnoseconsult met mij. Waarin ik ga uitzoeken wat zijn de onderliggende oorzaken van de gezondheidsklachten. Je zult altijd zien dat bij het zelfgenezend vermogen lopen bepaalde zaken vast. Er zijn problemen met het lever of nieren, of er zijn parasitaire belastingen of infecties met virussen, of zoals de ziekte van Lyme. Dus we gaan eerst met een microscoop levend bloedonderzoek, gaan we het bloed analyseren en gaan we kijken of er afwijkingen aan het bloed zijn. Er zijn bepaalde modellen waarin we kunnen zien of afwijkingen aan organen zijn of de storingen zijn die misschien een zelfgenezend vermogen blokkeren. Ja. Daarna wordt u doorgemeten met een ander diagnoseapparaat. En met dat diagnoseapparaat gaan we eigenlijk kijken of er virussen, bacteriën, schimmels en parasieten in het lichaam zijn. Ja. Zodat we zo kunnen vaststellen hoe goed werkt dat zelfgenezend vermogen. En zijn er misschien infecties die chronisch in het lichaam spelen die de klachten in stand houden en verergeren. Oké, dus dat stellen jullie dan vast met een bloedonderzoek, een bloedanalyse, zeg maar, en apparatuur. En als jullie dat vastgesteld hebben, wat gebeurt er dan verder? Ja, dus vervolgens gaan we behandelen met natuurgeneeskundige therapieën. Ja. En we beginnen met fotonentherapie. En fotonentherapie is er eigenlijk op gebaseerd dat alle cellen in het lichaam die communiceren ook via lichtsignalen. Dus intern de cel, de organen intern binnenin de cel, maar ook de cellen onderling, communiceren met wat ze noemen biofotonen. Dat zijn kleine lichtsignaaltjes. En daar zijn vaak verstoringen en tekorten aan. En met een speciale lasertherapie gaan we die biofotonen in het lichaam weer verhogen. Ja. Zodat eigenlijk het zelfherstellend vermogen van het lichaam toeneemt. Zodat het lichaam weer kan herstellen van de belastingen, beter kan ontgiften, zodat u weer meer energie krijgt en klachten heel snel minder worden. Zo, dat klinkt vrij oplossend. Zo te horen, hoe lang duurt het voor de mensen dan echt van hun klachten af zijn? De meeste mensen, als je echt kijkt over chronische ziekte, dus als ze echt met een spastische darm of chronische vermoeidheid of chronisch eczeem zitten, komen tussen de 5 en de 10 behandelingen. Mm-hmm. En meestal eens in de week, eens in de 2 weken om volledig van hun klachten te herstellen. Ja, en zo'n behandeling, hoe lang duurt dat dan? Een behandeling bij ons bestaat uit 6 verschillende therapievormen en duurt 1,5 uur. Oké, en dan is het een soort bestraling, een soort lichttherapie? Ja, dus zoals ik zei, we beginnen met de lichttherapie, maar de biofotonen in het lichaam te verhogen, zodat alle cellen weer beter communiceren, functioneren, ontgiften, het immuunsysteem gaat beter werken. Vervolgens behandelen we met bioresonantietherapie. Dat is een al wat meer bekendere therapie, omdat die al 20 jaar bestaat. En wat daar eigenlijk op gebaseerd is, dat alles in het lichaam heeft een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling. Bijvoorbeeld een lever die trilt op zoveel hertz, energetisch zeg maar, elektromagnetisch. En als dat uit balans is, dan functioneert het orgaan niet goed. Ja, ja. Dus met de bioresonantietherapie worden eigenlijk alle frequenties in het lichaam van de verschillende organen en energiesystemen weer in balans gebracht. Zodat alle organen beter gaan functioneren en ziektes verdwijnen. Ja, veel informatie soorten geworden. Ik heb in de brochure gelezen dat heel veel patiënten, klanten tevreden zijn over het resultaat. Dat zijn behoorlijke percentages. Ik geloof meer dan 90%. Klopt dat? We hebben op dit moment de 93,8% succesratio met allerlei verschillende soorten chronische ziekten en klachten. En dat is inderdaad heel hoog. Maar dat geeft ook alleen maar aan dat eigenlijk heel veel chronische ziekten en klachten er niet zouden hoeven zijn.
Ja. Want als we dus het zelfherstellend genezend vermogen van het lichaam weer activeren, stimuleren, blokkades opheffen, kan het lichaam eigenlijk genezen van bijna elke denkbare ziekte. Ja, oké. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Het blijft een alternatieve therapie, een natuurgeneeswijs. Er is ook een aantal mensen trekken de therapie in twijfel, dat weet u wellicht. Wat is uw reactie daarop? Er zit natuurlijk een groot fundamentaal verschil tussen de reguliere zorg en de aanvullende zorg. Ja. Waar wij hier in de alternatieve geneeskunde vooral kijken naar onderliggende oorzaken en die proberen op te heffen, kijken ze in de reguliere zorg vooral naar, oké, er is een symptoom, dan gaan we een farmaceutisch middel zetten om dat symptoom te onderdrukken, ja, zodat de klachten minder zijn, maar mm-hmm, de ziekte geneest eigenlijk niet. Ja. En daarom is er veel kritiek, omdat dat de reguliere gang van zaken is, zijn mensen vaak in de veronderstelling, oké, ik heb deze chronische ziekte, dus dit is niet te genezen. Mm-hmm. En ieder die zegt dat is wel te genezen, dat moet wel een kwakzalver zijn. Maar dat kan toch niet? Want mensen denken van bepaalde ziektes zijn gewoon zoals ze zijn. Diabetes bijvoorbeeld is niet te genezen. Mijn dokter zegt ik heb een spastische darm, leer ermee leven. Ja, is okay. Geen oplossing voor. Dat die er wel zijn en dat we daar heel succesvol in zijn en dat wij elk jaar duizenden mensen helpen. Ja, dat is natuurlijk niet iets waar de media aandacht aan geeft. Mm-hmm. De media is vooral kritisch, want die is vooral gezind richting de reguliere geneeskunde. Oké, nou ja, de media is in principe objectief en staat open voor allerlei ideeën. Maar nogmaals, er is kritiek, u reageert daarop. Aan de andere kant, u zegt er zijn tevreden mensen en die zijn dan helemaal genezen van hun klachten nadat ze een aantal therapieën hebben zeg maar ondergaan. Dus ons doel is altijd om mensen inderdaad zo te stimuleren dat hun lichaam de ziekte volledig geneest. Dus daarna zijn ze ook uitbehandeld en komen ze niet meer bij ons terug. Oké. Ik las ook op, of ik zag ook op de site dat het een combinatie mag zijn. Hè? U zegt niet, ga niet naar de dokter of ga niet naar het ziekenhuis. Dat advies geeft u niet. Ik ben helemaal niet tegen reguliere geneeskunde. Nee, precies. Ik ben iemand die kijkt naar wat werkt. Ja. Ik zoek altijd naar de beste oplossing voor een probleem. Dus kijk, mensen zijn volledig vrij om verschillende therapieën te combineren. Regulier, alternatief. Het kan allemaal prima gecombineerd worden met onze behandelingen. Oké. Okay.